mensen. Dit is even een kleine update video. Als jullie Outlast hebben gezien op mijn kanaal, dan weet je misschien ook wel, of misschien niet, dat Outlast Whistleblower uitkomt. Dat is een DLC van, ja, gewoon Outlast. Ik kan er wel even een beetje informatie over geven, als ik het in het Nederlands kan doen, want ja, het is wel Engels, dus ja, dan kan ik het misschien niet goed. Even denken, de Outlast Whistleblower komt uit op 30 april, dus het is nu de 6e van april, dus het zal 24 dagen duren. Maar de description zegt: Whistleblower will let you play as Waylon Park, a software engineer under contract at Murkoff, and the man who emailed journalists around the world, including Miles. Nou, Miles, dat was degene die Outlast ook erin zat met de story. Ook even, als je de Outlast nog niet hebt gezien, de afspeellijst die staat onder in de beschrijving, dus dat kan dan ook. Dan kun je dat nog even kijken. Maar we gaan wel even verder hiermee. Spending a couple of weeks at Mount Massive, during which he was unable to even talk to his wife and son in Boulder thanks to strict security protocols. Waylon developed a deep seated distrust of the prophet, motivated scientist, and doctors, leading dangerous and irresponsible experiments on their patients. Identifying with those poor souls fueled Waylon's anger and set the stage for his masking of Mount Massive Rotten Core. Nou, dat is een beetje de descriptie daarvan. Is er nog iets meer? Even kijken. Nou, ik ga het zeker weten wel filmen. Ik ga er echt alles aan doen om dat, te laten filmen met commentary. Want er staat ook een klein programmaatje op waarmee ik nu film. Dat je ook alleen het geluid van mijn stem kan filmen, recorden. En dan kan ik dat zo toevoegen op Sony Vegas Pro of Windows Movie Maker. En dan, ja, dan kan het wel komen. Dus voor de PC en de PlayStation 4 komt hij uit op 30 april. Dus het is nog eventjes wachten. Ik heb er behoorlijk veel zin in. En als hij uitkomt, dan kan ik misschien nog meer informatie geven. Dit was de aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef like en abonneer voor mijn kanaal. En dan zie ik je de volgende keer weer. Later!